welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik terug fotokaarten in albums steken. Ik hoop dat het deze keer volledig erop staat, want ik had deze er al ingestoken, maar blijkbaar had ik per ongeluk vergeten terug op start te duwen nadat ik een plasticje ben gaan halen. Dus ja, ik ga het in delen doen. Dus sommige zijn vandaag al toegekomen, zoals deze en deze. Die heb ik vorige week eruit gehaald en dan deze is gisteren toegekomen. Dus ik ga ze in delen opsplitsen en dan ja, ga ik het in één grote juni sorting vlog steken, denk ik. Maar ja, laten we beginnen. Ik denk dat we als eerste met het kleinste gaan beginnen. En dat zijn eigenlijk die twee. Ik denk dat ik vanaf nu meer Engels ga proberen spreken, want mijn video's willen nooit altijd goed vertalen. En als ik het doe, dan slaagt dat niet op. En dan, ja, dus ik heb een beetje problemen mee, maar ik weet het nog zo niet. Ik ben aan het uitzoeken welke taal ik officieel wil spreken, want het is het makkelijkste om in Nederlandse dingen uit te leggen. Maar dan is het heel lang editen of te vertalen naar het Engelse. Dus ja, het is zo'n beetje zo. Maar ja, zwart. Dus als eerste hebben we die twee. En ik denk dat we gewoon eerst met het kaartje gaan beginnen. Oké. Ja, ik had al bewijs opgestuurd, dus daarmee dat dat een beetje loskomt. Oké. Dus het is ook iemand vanuit Nederland. En daar heb ik al eens bij gekocht. En dat was ook een NCT-kaart, dacht ik. Nee, een Stray Kids was het. Een Stray Kids. En dan nog een Wavy Circle Card. Dus vandaar dat ze mij nog een grotere tekst stuurt. Hey Lina, bedankt dat je weer van me koopt. Ik hoop dat Win-Win snel en veilig bij je aankomt. Ik ben echt super excited voor Wavy's comeback. Voor mij komt het album over een paar uur uit. Let me know wanneer je dit binnen hebt. Groetjes, Hojong, Hojing, denk ik. En dit is de Instagram. Zeker voor je, dit is echt super lief. Oh, we gaan eerst eens kijken naar de freebies. Dus, Lomo card van Regular, denk ik. Ja, aangezien dat ik een kaart heb van Regular. En dan een sticker van Neo Zone, The Final Round. Ik denk dat die gewoon niet officieel is, want ik heb het opgezocht en er zit geen sticker bij zoals deze. Dus deze. En dan uiteindelijk de kaart. Oh, Win-Win. Jammer genoeg ben ik te weten gekomen dat ik een andere kaart heb die dus fake blijkt te zijn. Want de grootte is anders en het voelt ook anders aan. De kleur is ook volledig anders. Dus ja, ik vind het wel jammer, want er stond op dat het officieel was. En dat was ook mijn allereerste win-win kaart. Dus ik vind het wel jammer dat dat al direct een fake kaart was. Dus we hebben Regulet. Dat is de repackage versie van Regular. Dat is een win-win. Dan gaan we die ook al direct insteken bij NCT. Dus hierbij. Oh, daar gaat Jay een bekant. Oké, ik denk dat deze wel was opgenomen. Dat ik dus een dubbele CD had van NCT 127. En daar heb ik dus een Jaehyung uit kunnen halen. Daar ben ik wel een beetje blij mee dat ik deze set wel compleet heb daarvan. Oké, dus waar ik het over had. Dus deze blijkt fake te zijn. Zoals je kan zien met de kaart zelf, met de officiële. Volledig totaal anders ook wel. De kleur is niet echt zwart, maar grijs eerder. Dus dat vind ik wel jammer dat deze fake is, want dat was mijn allereerste win-win kaart en ik was daar zo blij mee. Oké, dus als eerste hebben we win-win.
perfect. Ik had al een Doyoung eruit gehaald. Maar het grappigste is, ik had de repackage versie van Winwin. En ik kreeg daar een Doyoung kaart voor in de plaats. Oké, het volgende is deze. En deze is de pre-order set van Yes or Yes. En of course is het Gio. Because she's my queen. Oké, ik heb ook mijn puzzelkaarten van Blackpink kunnen verkopen aan mijn beste vriendin uit Amerika. Want ik krijg ze toch niet compleet en ik spaar meer fotokaarten. Ik denk dat ik ook overweeg om mijn GOT7 triangle kaarten te verkopen. Maar ik krijg het niet over mijn hart momenteel. Omdat ik GOT7 meer spaar dan andere groepen. Dus ik krijg het gewoon niet over mijn hart heen. Dus deze... Oei, stickertje ging bijna vliegen. Oké. Deze was van eBay. De vorige was van Instagram natuurlijk. Maar deze is van eBay. Ik heb bij de vorige ook een pre-order gekocht. Want zij verkoopt heel veel Twice. En zij woont denk ik in Italië als ik me niet... Of in Duitsland als ik me niet vergis. Eén van de twee dacht ik. En ik had bij haar al een Gio pre-order gekocht. Dus bij deze wist ik van oké, dat komt heel goed toe en al. En ik wist goed dat ze dat inpakt. Met gewoon een klein sticky note erop, op een kartonnetje of op een op zo'n soort van piepschuim. Dus ik weet dat het altijd heel goed aankomt. Okay, ik weet nog niet dat ik juist al mijn Twice kaarten ga plaatsen. Want ik ga nog heel veel Geo-kaarten toekrijgen. Ik heb gisteren of eergisteren heb ik overwogen om heel veel fotokaarten on hold te zetten bij een persoon. En ze vond dat geen enkel probleem, zolang dat ik maar betaal en niet opeens zeg van ik zet stop. Maar ik betaal altijd, ook al duurt het momenteel een beetje langer. Maar er zijn heel veel kaarten bij van dat van bijvoorbeeld een fanclub order is. Bijvoorbeeld deze, dat is van een fanclub. Dat is van de tweede en de derde. Dan van een fanmeeting en dan twee pre-orders. Dus er zitten overal een beetje pre-orders. Maar ik denk dat ik heel veel sets niet ga compleet krijgen. Dus dan ben ik aan het overwegen om een paar te maken van Gio en dan Momo en dan Sheyong. Zodat ik veel meer sleeves vrij krijg. Want ik zit een beetje door mijn plasticjes heen. En er zijn nog heel veel kaarten onderweg. Dus ik ben een beetje aan het twijfelen. Ook van, er was nog één onderweg. Oh nee, dat was niet hier. Maar bij Feel Special ging ik... Oh, bij Fancy ging ik nog één krijgen van Momo bij haar. En dan bij Feel Special ging ik nog twee krijgen. En dan heeft ze mij gratis een lyricsboek van Feel Special gegeven met Gio daarop. Ze geeft altijd gratis van als ze geeft altijd wel iets gratis erbij. En dan krijg ik ook nog van haar de Group Holo pre-order van More and More. En dan de pre-order van Gio. Dus het is ermee dat ik zo. Want ja, ik weet echt niet wat ik met mijn kaarten van Twice moet doen. maar zwart. Of ik ben aan het overwegen om denk ik gewoon. ET's bij elkaar te steken, want momenteel collect ik die niet. Dus het is nog een beetje zoeken wat ik met deze map ga doen. Maar dan nu. Oh my god, what happened here? Mijn woordjes gaan vliegen. Oké. Dan nu. The biggest is toch wel... deze. En die heb ik er zelf uit kunnen halen uit het album dat ik heb gekregen voor mijn verjaardag. Je kunt dat zien in de unboxing video van dat. Oh, en deze ook. En dan deze is vandaag toegekomen. Deze was... Ja, er zit echt wel een heel verhaal achter. Ik had deze echt al keilang on hold gevraagd, of toch tenminste voor een paar weken.
Maar opeens moest ik dan dingen nog afbetalen en dan ging dat niet meer. En ik kreeg dan maar iedere week zakgeld. Dus dat werd al snel 2 maanden. Wat dat ik persoonlijk ook wel heel erg vond, dat dat al zo lang on hold stond. En uiteindelijk is het dan terug online gezet voor te verkopen. Maar uiteindelijk kon ik dan terugbetalen, dus ik heb het gevraagd. En uiteindelijk is het dan kunnen versturen. En na 2 dagen is deze al toegekomen. Dus ik ben echt heel blij dat ik heb deze kunnen krijgen, tenslotte na zo lang wachten. Dus we gaan nu lezen. Selina, thank you so much for buying for me. I hope everything arrives safely. Pia. En dit is de Instagram. Dus nu, oh my god, ik heb hier zo lang... Ik was zo excited dat die uiteindelijk opgestuurd gingen worden. Like, oh, I cannot. Oké, okay. Uiteindelijk. Goed. Dus als eerste... Oh my god, als ik het er nog uit krijg. Want ik heb ook voor het bewijs al moeten opsturen. Er waren opeens vandaag 3 brieven toe voor mij... En ik dacht van, wow, wat gebeurt er hier? Normaal is het altijd maar 1 of niks. En nu zijn het er 3. Like, oké. Okay. Beter dan niks. Oké, zo. Dan kan ik die hier leggen. Oké, goed. Meestal zijn het van JB, omdat ik ja, van die sets nog het meeste nodig had. Dus ja, het is niet dat ik een JB collector ben, maar gewoon een... Algemene collector OT7, maar ja, van die 6 moest ik het meest hebben. Dus oké, als eerste hebben we een clear card, de pre-order van Present You. Ik zag die en dacht van waarom niet, ik ga die er gewoon bij kopen. Dan is ook al een begin van deze set gestart. Dan hebben we 2 van Flightlock. En dat maakt eigenlijk al deze set compleet van de signature. Dat maakt die al compleet. Waarbij dat ik zo blij mee ben. En dan hebben we de Promise. Oh. Oké, dus dit is de Promise version. Ik moet er nog 2 hebben. Ja, en dan is mijn set van deze ook gedaan. En dan hebben we de 747. Deze is de pink version. Ik weet echt niet. Ja, dat is de selfie version. Er zijn ook nog van een tweede set, like een tweede kopie. Maar ja, die spaar ik momenteel niet. Ik wil eerst deze compleet krijgen. Ik moet er daar ook nog een paar van hebben, dat zal je straks allemaal wel zien. En dan hebben we Departure, de group version. Deze is echt mijn allereerste groep fotokaart. Like, what the heck. Oké, en dan hebben we deze, de Mirror Card. En die 2. Ik had dat allemaal in mijn unboxing laten tonen, welke dat ik er heb uitgehaald. Dus van dezelfde sets. Wat daar heel veel gelukkig van is. Want ik wil altijd wel sets compleet krijgen, dus nu heb ik er al 2 van deze sets. Oh, ik had ze er niet meer. En dan de Lyric Cards en de Bookmark. Oké, okay, let's see, let's see, let's see. En dan, als eerste moeten we erin steken. Oh, mijn bam-bam is nog altijd onderweg. En vandaag is na 3 maanden wachten. Maar ik heb nu wel een dubbele daarvan. En dat zal je straks wel zien. Maar ik zal straks uitleggen. Dus ik hoop dat deze ook nog toe gaat komen. Maar die komt helemaal uit Amerika. Maar ik snap echt niet waar dat die zit. Ik hoop dat die gewoon niet ergens verloren zit. Oké. Okay. Als eerste hebben we de group cards. Prachtig gewoon. Youngjae is ook nog altijd on hold gezet daarvoor. Dus dan heb ik al gelukkig wel 3 van. En de back looks so pretty. Ik heb deze wel zelf gemaakt, want die is een beetje vuil. I'm not so handig in dit. Oké, dus al deze Youngjae's zijn nog onderweg. Of ja, nog momenteel on hold gezet.
En dan gaan we nu over naar deze, waar ik zo excited voor ben. Like, mijn sets zijn bijna compleet. Like, you know. Deze, deze en deze. Dus, als eerste... Oh my god, echt gewoon weg. Prachtig momenteel. Oké, deze stoort mij momenteel nog, maar daarvoor moet ik nog één vinden. Of als ik momenteel terug kan kopen, dan ga ik deze echt wel kopen. En dan nog met de Jinyoung one en dan nog met de Yugyeom. Dus die drie nog. En dan is deze set van Arrival... gewoon weg, compleet. En oh my god, I can cry from this. Like, dit is zo mooi. Als je zo twee volledige plasticjes zet na elkaar, dat is gewoon echt prachtig om te zien. Oké, dus de signature versie is eigenlijk zo goed als compleet. Ik heb JB set compleet, ik heb Jackson set compleet. Bam Bam en Youngjae, dus eigenlijk nog gewoon drie. Dus dat is gewoon echt prachtig om te zien eigenlijk. Oké, het volgende. Dat is dus 747. Oh. Oké. Daarvan moet ik nog echt heel veel hebben. Dus ik moet nog JB's fotoshoot hebben van de eerste editie. Dan nog selfie van Mark. En dan de twee selfies van Jinyoung en Bam Bam. Maar eigenlijk heb ik dus deze al compleet. En Youngjae zoals gewoonlijk heb ik al compleet. En dan Jackson's heb ik ook al meestal compleet. Dus ja, nog even standjes bijten en dan ben ik er. Of ik de tweede editie ga sparen, dat weet ik nog niet. Want ik snap ook gewoon niet waarom dat ze een tweede editie daarvan hebben gemaakt. Like, they need the money or something. Maar oké. Ook binnenkort, als ik uiteindelijk kan betalen, ga ik ook de cozy versie krijgen van GOT7. En dat maakt eindelijk mijn set compleet van alle 747's. Want dat was echt de missing piece. Maar dus nog even wachten, ongeveer nog 2 weken, en dan kan ik die kopen van die persoon. Met uiteindelijk een San fotokaart. Like, can you even imagine? Het is zo moeilijk om aan een San fotokaart te geraken van AT's. Dus ja, daar ben ik echt super blij mee. Of ik deze volledig ga sparen, I don't know. Die zijn echt heel moeilijk te vinden momenteel. Of ik heb daar gewoon het geld momenteel niet voor. Maar deze ga ik sowieso niet volledig sparen, zoals met die vliegtickets van de units. Maar ik spaar gewoon de die met Youngjae daarin, because I'm a Youngjae stan, you know. En zoals ik al eerder zei met die triangles, ik weet niet of ik die volledig ga sparen, maar het is gewoon momenteel nog te moeilijk om ze los te kunnen laten. En zeker die van Youngjae, because they are precious as heck. So, I don't know. De stickers spaar ik sowieso wel. Die van Youngjae is momenteel on hold. Daar gaat mijn flits again. But I don't give a shit. Yugyeom gaat normaal deze week of volgende week opgestuurd worden. Dus dan heb ik deze set ook bijna compleet. Which is so excited. Ja, deze set is sowieso al compleet. Oh, it's so looking pretty. Oké. Als volgende hebben we de Present You. Ik had al een Jackson, dus nu moet ik gewoon nog JB's eruit halen. Ik heb nu zo een witte gepakt, zodat je niet de andere fotokaarten daar achteraan ziet. Dus oké. En dan, ja, ik had er ook een snee gemaakt, dus sorry. En dan steken we die hier. En dan kunnen die er ook niet meer uit vallen. En dan, ja, momenteel is er niks meer van onderweg. En dan, oké. Dus nu een storytime. Ik had eigenlijk
Ik had dus eigenlijk deze gekocht 3 maanden geleden bij een persoon vanuit Portugal. Maar die kwam nog altijd niet toe. En ze is naar de post office geweest vandaag. En ze zei van ja man, die kan vertraagd zijn. Of hij is verloren. Ik zei van oh my god, nee, ik moest echt deze hebben. Want Jackson ones are so expensive as heck. Dus ik had die ergens van iemand gekocht. Bij de die dat ook deze mij gaf. En ja, ik had er al een goede recensie van. Omdat ik al iets had gekocht bij haar. En dus, I was like, okay. En vandaag kwamen er 3 pakketjes aan. En raad eens wat ik er in de bus zat. Dus deze. Maar uiteindelijk ga ik die ruilen voor Junyoung. Omdat Mark is onderweg. Morgen wordt die opgestuurd. Dus ik moet alleen nog maar Junyoung hebben. En dan heb ik deze set compleet. Dat is mijn allereerste set van Present You dat ik compleet krijg. Dus I'm excited to see. And like, deze is echt mijn favoriete kaarten. Like, it's so pretty as heck. Dus ja, daar ben ik echt wel heel blij mee. Gelukkig dat er een dubbele was, of ik kon echt geen rollen of ik moest dat weer kopen. Maar dan duurde dat nog langer. Dus nu kan ik deze kopen. Ik hoop dat ze nog vandaag nog iets terugstuurt ofzo. Want dat zijn van 3 personen. Maar die ene is altijd offline. Dus I don't know. Maar oké. Okay, het volgende is uiteindelijk dan al de nieuwste van het nieuwe album. Ik ga ze nog altijd wel kopen in the future. Maar ik wil ook eerst mijn andere sets compleet krijgen. Dus zoals Spinning Top. Daar moet ik nog 2 albums van krijgen. Call My Name. En hier moet ik nog 1 van toekrijgen. Allee, van kopen eigenlijk. En dan van Call My Name nog 4. Dus ik wil eerst deze compleet krijgen. Vooral eerst dat ik aan die nieuwe set begin. Want anders I am so getting confused as heck. Het eerste steken we hierin. Ik had daar eigenlijk al een plastiekje voor ingestoken, want ja, ik had al een video opgenomen zonder op te nemen eigenlijk. Dus deze heb ik er dus uit het album gehaald. Die steken we hier. Ik heb geprobeerd ze om die in de 4-pocket sleeves daarin te krijgen, maar die passen daar gewoon niet in. Dus momenteel, hier is de beste oplossing. Het past bijna perfect daarin. Het is ietsje kleiner, dus dat gaat nog een beetje bewegen. Maar I don't give a shit. En dan het volgende is deze. De bookmark van Yugyeom. En dan steken we die hierin. Want Yugyeom komt als laatste van de dingen. Dus maar hier. Oké. Dus die past perfect hierin. Deze was voor de Mirror Card. Daar heb ik dus Junyoung uitgehaald. En die komt hierin. Dus die krijgt elk een stukje van de dingen. Het moet niet per se doorzichtig zijn voor mij, die Mirror Cards in een sleeve. Want ja, het is gewoon, ik wil mijn eigen nooit zien als ik het omdraai. Nu lijkt het alsof het al wit is. Maar oké. Die 2. En ik heb die uit het 4e album gehaald. Dus ik ga even naar het 4e. Zo. En dan Bam Bam is hier. En dan Junyoung is hier. Zo. En dat is perfect. Ja, tot bij een volgend deel.